De Voedselbank Os en omgeving gaat vanaf donderdag 5 februari werken vanuit het nieuwe onderkomen aan de Rossinistraat 3 in Os. Op dit moment is de instelling nog gevestigd aan de Elzenijnt. Die locatie bleek te klein om aan de grote vraag naar voedselpakketten te kunnen voldoen. Door de verhuizing kan de wachtlijst van ruim 50 huishoudens worden opgelost. Op dit moment komen al 99 huishoudens iedere week een voedselpakket ophalen. Door de uitbreiding heeft de organisatie in de toekomst wel meer sponsoren, materieel en geld nodig. Ook is de voedselbank op zoek naar meer vrijwilligers, waaronder chauffeurs.